Hoi, dit is Joyce van zelfklei.nl en ik ga je even uitleggen hoe je de Prometheus Pro 1 program kunt programmeren voor zilverklei, metaalklei en eigenlijk alle andere dingen die je in de oven zou willen doen. Ik ga in ieder geval laten zien hoe je het menu kunt instellen. En voordat je een oven in gebruik neemt, is het altijd heel belangrijk om de ovenkamer te controleren. Dus de binnenkant. Of dat er niks toevallig aanwezig is in de oven. En of dat temperatuurcontrole in de oven zit. En niet eruit is geduwd, waardoor dat er een verkeerde meting zou plaatsvinden. Waardoor dat de oven zou gaan oververhitten. Nou, we gaan hem zo instellen dat we er zilverklei mee kunnen bakken. En dat doen we door de oven aan te zetten. Dan hoor je wel een schelle pieptoon van het alarm die laat weten dat hij het doet. En dan gaan we door middel van de buttons ga ik uitleggen wat je moet doen. Wat je ziet is IDLE. En de temperatuur geeft hij aan. Dat is de temperatuur die op dit moment in de ovenkamer is. En door op de startknop te drukken kun je een programma kiezen. En de programma kies je door de increase button in te drukken. We selecteren een programma. Er zitten er 15 in. En elke 15 programma's, elk programma kun je instellen in 5 diverse stappen. En dat is de oplooptijd, de temperatuur en de vasthoudtijd. En die kun je 5 keer invoeren. En dat is vooral voor glas smelten belangrijk. En bij het afbakken van metaalklei in verschillende fases kun je daarin het programma invoeren. Nou, ik heb programma 1 ingevoerd, of geselecteerd. En als ik op start druk, geeft hij toegang tot het programma. Onder de 00000, dit is de ramp 1, onder de 000, er zit de full. Dus dan gaat hij op vol vermogen naar de target temperatuur. En dus ik selecteer dit alleen als ik wil dat hij zo snel mogelijk op temperatuur is. En dit is je ramp 1. Dus dan druk je weer op start. Dan krijg je een temperatuur ingevoerd. 800. En met de omhoog en omlaag knoppen kun je dit instellen. Start. Vasthoudtijd. Hij staat nu ingesteld op 1 uur. Dit kan je langer doen of korter. Het wil niet zeggen dat je constant zo lang je zilverklei in de oven moet hebben, maar het is handig als je een workshop hebt of en zit te werken dat je oven aan hebt. Dan kun je hem eigenlijk bijvoorbeeld een 2 uur zetten of 5 uur, net wat je wil. En dan gaat hij na die tijd gaat hij uit. Dus dit zijn de uren, dit zijn de minuten. Start. Stap 2, ramp 2. Dus de oplooptijd weer. Die kan ik invoeren. Maar als ik deze op 00000 laat, dan vergeet hij alle volgende programma's. Dus ook al staan er andere programma's in en ik wil die niet gebruiken, stel staat ingesteld. Ik zet hem op 00000. Dan vergeet hij gewoon alles wat erboven zit. Dus start. Geeft hij nu ook aan. Maar hij staat nog in programmodus. Nog een keer op de startknop. Aan. En dan gaat het run knopje. Op dit moment dat hij aan is, kun je op de review button drukken. En dan laat hij zien welk programma erin zit. Okay.
nog een keer op start. Eindigt het programma. En nog een keer op start komt hij weer in de beginfase van de programmeren instelling.